Maar dat is het geluid van een lekke band. Maar Sepp blijft er rustig bij. Het wordt een helle tocht. Kijk eens aan op de verbinding van meer dan 50 kilometer. Links achteraan zit hij door het wiel en ook rechts achteraan slaat de band stuk. De onderdelen vliegen in het rond, maar hij raakt toch in het zuiverspark binnen de tijd. Well, Seb, a spectacular end to the day for you. What happened? My tire, left tire, exploded in the start of the last stage. And at the beginning it was okay. I didn't lose too much time. And then it was worse and worse. And finally, I lost some time and it was too late to stop and to lose again 3 minutes to change the wheel. So I continued until the end and I lost the half of the car. but we finished the stage and on the road section we just had to do something to have again some brakes because I had absolutely no brakes. And then it was okay, we drive and we finished here with another puncture on the other side. But we are here in the times, so it's going well for the moment. We are still second. I hope the mechanic car can find a solution to make the car again like new, and we'll see tomorrow to try to finish. U zag op de verbinding de onderdelen in het rond vliegen. De ophanging is stuk achteraan. De achterbrug is stuk. De versnellingsbak moest vervangen worden en nog veel meer, zeg maar de hele achterkant van die Citroën Xara moest vervangen worden en de mechaniciens van het Belgische Kronos Racing, die hadden maar 45 minuten. Gaat u nu even zitten, ze klaren de klus in 43 minuten. Een onwaarschijnlijk knappe prestatie van de ploeg van Mark van Dalen. Leuk.